niet alleen mooi om een altaar te bouwen in gebed en met het woord van God, met aanbidding, met geven. Maar het is ook mooi om iedere keer altaar video's te maken. Omdat het voor mij ook discipline brengt om daar iedere keer over te spreken, over na te denken. En vandaag las ik iets wat ik afgelopen zondag ook heb gelezen. Er staat in Efeze 5 vers 14. Daarom zegt hij, ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Nou, natuurlijk weten we dat redding verlichting brengt, dat Christus in ons levend wordt en het licht van God gaat schijnen. Maar ik vind dit zo mooi. Ontwaak u die slaapt. Wij zijn in een soort slaap verwikkeld, sommigen zelfs helemaal in een coma. Echt in slaap gevallen. Niet alert zijn op de dingen die er om ons heen gebeuren, geestelijk gezien. Die meer alert zijn op wat er in het natuurlijke gebeurt, maar geestelijk totaal in slaap zijn gevallen. En daarom hebben wij opwekking nodig. En dit is precies wat er staat. Ontwaak u die slaapt. Dat is opwekking. Zij die in slaap zijn gevallen, dat is opwekking. Opwekking betekent niet per se dat mensen tot de Heer komen, dat mensen tot redding komen. Dat is uiteindelijk het gevolg. Maar waar het om gaat is dat de mensen die in slaap zijn gevallen wakker worden. En dat is ook het doel van het altaar bouwen. Natuurlijk, het belangrijkste doel is om relatie met God op te bouwen. Maar het is opwekking in ons leven veroorzaken. Dat we niet meer middelmatig zijn, maar dat wij naar uitmuntendheid streven. Niet naar perfectionisme, niet naar onszelf perfect maken, maar God toelaten zichzelf in ons te openbaren. En daar moeten wij wakker voor zijn. Dan staat er in vers 15, let er dan op, dus dat verwijst naar vers 14, let er dan op dat u nauwgezet handelt, niet als dwazen, maar als wijzen. Het is belangrijk dat wij ons goed gedragen, dat wij goed wandelen. En dan vers 16, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Als we om ons heen kijken, dan kunnen we heel veel ellende zien. Kunnen we heel veel kwaadaardigheid zien. Maar de Bijbel zegt dat wij de tijd die we nog hebben, de tijd die we nog hebben voordat Jezus terugkomt, goed moeten gebruiken, dat we goed uit moeten buiten. In het Engels staat er zelfs redeeming the time, de tijd verlossende. Oftewel de tijd die we verloren hebben, inhalen. Ik heb al eerder gezegd met altars, dat met de altaren bouwen, dat deze tijd die we hebben gekregen ook een tijd is om schade in te halen. De achterstand die we hebben opgelopen in te halen. In ons persoonlijk leven, in Power City en als kerk in het algemeen. Vers 17. Wees dan niet onverstandig, of wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Weer een ander punt van altaar was om openbaring van God te krijgen. Wat zegt Hij nu op dit moment? Welke richting wil Hij dat wij uitgaan? Wat moet er precies gebeuren? Hij kan ons laten zien wat de plannen van de vijand zijn. En Hij kan ons laten zien wat zijn plannen zijn. Maar daarom moeten we wel de wil van de Heer verstaan. En dan vers 18. En word niet dronken van wijn. Dat is altijd een goed advies. Niet dronken worden van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Dit is zo belangrijk. Het laat zien dat er een bepaald verband is. Dus hij zegt, word niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. En vervuld worden met de Heilige Geest brengt een vrede en brengt een vreugde die deze wereld niet kan brengen. Sommige mensen drinken om een bepaalde vreugde te ervaren, een bepaald genot te ervaren. Maar de Bijbel zegt ons dat wij moeten genieten van het drinken van de Heilige Geest. En omdat we dat dan doen, gaan we ook de kracht ontvangen om de plannen die Hij ons heeft laten weten weer uit te voeren. Mijn doel voor het bouwen van altaren deze dagen is: word vervuld met de Heilige Geest.